Goedenavond, dames en heren. Welkom in de Petruskerk en bedankt voor jullie komst. Mijn naam is Alexander Schrijnemakers en ik ben vanavond jullie moderator. Vanavond gaat de hot seat van start, het profielwerkstuk van 12 leerlingen van het HAVO en het VWO van het Mauro College in samenwerking met Huis 73. Het project is dit jaar voor het eerst ontwikkeld en het is gebaseerd op college tour. Binnen ons project hebben wij de taken verdeeld in verschillende teams. Zo hebben wij het team communicatie, die onder andere de informatie tussen de gasten heeft geregeld en gezorgd voor de benodigde publiciteit van het project. We hebben ook team creatief. Zij hebben onder andere de designs voor de website gemaakt en de posters en ook voor de aankleding gezorgd vandaag. We hebben natuurlijk ook team interviewers. Zij hebben de vragen bedacht, zij hebben het interview ontworpen. En hebben we natuurlijk ook nog de projectleiders. Zij hebben gezorgd voor de financiële zaken. Zij hebben gezorgd dat alles op schema was en ook voor het licht en geluid. De avond gaat er als volgt uitzien. We hebben vanavond 4 blokken. Het eerste blok is uitzending en loopbaan. In dit blok zullen we kijken naar de carrière van Marco en welke ervaring hij heeft opgelopen tijdens de uitzending van hem. Het tweede blok is familie en wijze lessen. Want naast militair is Marco ook een vader. En dan gaan we kijken naar hoe hij dit combineert met zijn loopbaan. Het derde blok is beschuldiging en imago. Want naast de bekende rol van Marco is hij ook niet altijd even positief in de media gekomen. En gaan we kijken hoe hij hiermee is omgegaan. Het laatste blok, leiderschap en boeken, gaat over de lessen die hij heeft geleerd. En het leiderschap die hij heeft moeten tonen. En hij heeft ook een aantal boeken geschreven. Tijdens elk blok beginnen we eerst met een paar stand-up vragen die te maken hebben met het onderwerp. Daarna gaan we door naar het interview. En na het interview is er elke keer tijd, 5 minuutjes ongeveer, voor de vragen uit het publiek. En stel goede vragen, want aan het eind van het interview zal door Marco zelf een boek worden uitgereikt voor degene met de origineelste vraag. Vanavond gaat het interviewen gelijk door 2 leden van Team Interview. Zij zullen dan ook het interview leiden. Ik wil graag een warm applaus voor Milou Scholten. Maar Milou is niet alleen. Ik wil graag ook een warm applaus voor Joachim de Vretes. Goed, dan nu het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. Hier is Marco Kroon. Onderscheiden met de militaire Willemsorde en met een zeer controversieel leven. Graag een warm applaus. Ida. Goed, voordat we beginnen met het blok uitzending en loopbaan, hebben we dus eerst een paar stand-up vragen. Sta dadelijk op als de stelling voor jou geldt. Sta op als je iemand in het leger kent. Oké, ik zie al een aantal mensen staan. Kunt u weer gaan zitten. De tweede stelling. Sta op als je wel eens overweegt of hebt overwogen om bij de politie te gaan of bij het leger te gaan. Ja, ik zie ongeveer de helft. Kunt u weer gaan zitten. En de laatste. Sta op als je jouw schoolomgeving of werkomgeving als hecht ervaart. Als een hechte werkomgeving. Goed. Even kijken. Mevrouw, ik zie u opstaan. Waarom staat u op? We hebben gewoon een hele fijne omgeving op school. We zijn heel gehecht. Ja. We steunen elkaar ook. Niet alleen met school, maar ook met emotionele gebeurtenissen. Ja, nou, dan gaan we dadelijk kijken hoe dat in Marco zijn omgeving is. Hij begon in de marine en is toen overgestapt naar de landmacht. En hierin heeft hij verschillende functies bekleed. Een man met veel ervaringen, kun je wel zeggen. Maar hij heeft ook wat hobbels in zijn carrière gehad. Daar hebben we dus genoeg over te praten. Ik geef het woord aan de interviewers. Oh. Allereerst, goedenavond Marco. Goedenavond. Ontzettend bedankt voor je komst. We zijn ontzettend blij om je te ontvangen. Ik zou jij zeggen. Om mee te beginnen, Alex vroeg net aan het publiek. Hoe is de hechtheid van de school- of werkomgeving? Vanuit daar wil ik u een bijzondere vraag stellen. Hoe is de kameraadschap in het leger? Hoe is de kameraadschap in het leger? Ja, je kunt het gevoel natuurlijk moeilijk uitdrukken. Ik denk dat moet je echt meemaken.
Ik denk hoe je het dichtst kunt benaderen is als je in een voetbalclub of een scoutingclub zit. Of in ieder geval iets waar je graag bent in de omgeving met vrienden. Nou, als je dat dan in het kwadraat doet keer 100, dan heb je de kameraadschap die je bij ons binnen, in ieder geval binnen Defensie hebt. Beetje vertrouwde mensen om je heen. Ja, mensen die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. En die je gewoon blind kunt vertrouwen. Zeker. Neem ons terug naar het begin. U werd voor het eerst uitgezonden, Irak, 1991. Ja. Ik kan me best voorstellen dat u een bepaald beeld daarover had geschetst. Kunt u nog wat herinneren over die dag? Die dag? Nou, we zijn 4,5 maand weg geweest. Maar ik was 20. Ja. Op het journaal zie je natuurlijk altijd beelden van ellende, van chaos, dood en verderf. En dan plots sta je daar zelf voor, als 20-jarige jongen. En ik moet zeggen, dat heeft best wel veel met me gedaan. Je ziet plotseling in één keer beelden die je normaal op tv ziet, die zie je nu een keer voor je. En het lijkt alsof je zelf in een film zit. Je ziet gewoon kinderen doodgaan van de honger. Je ziet doodgeschoten mensen. En dat is in het begin heel erg raar. Ja. Van gebeurt mij dit? En dan besef je inderdaad, ja, dit gebeurt mij. Dit is de keuze die ik heb gemaakt om uiteindelijk mijn land te dienen. Dus je had het over de realiteit. Dus die kwam eigenlijk niet echt overeen met de beelden die je had geschetst voordat je het leger instapte? Jawel, alleen denk te heftig. Je denkt plotseling van, potverdikke, nu zie ik het echt. Ja. Eerst zag ik het alleen maar in 2D en nu zie ik het in 3D. Sterker nog, het bloed zit op mijn handen. Ja. Dus dat is heel erg vreemd. En dat, ik zeg het altijd heel erg mooi, maar mijn moeder... Oh, misschien is het al omdat ik zo doe of zo. Oké. Ja, u heeft het... Ik zei het helemaal... Maak het wel af. Nou, wacht even tot het klopt. Met geluid, ik weet niet. Volgens mij klopt het. Ja, we gaan gewoon door. Ja. Ja, zeker weten. Ja, ik heb iets met elektronica. De stalen plaat in mijn kop, dan gebeurt het altijd waarschijnlijk. Ja. Nee, mijn moeder zei van, ik heb een jongen weggestuurd en ik heb een man teruggekregen. Ja. Zelf merk je dat niet, maar het blijkt wel dat je best wel verandert. Op het moment dat je de realiteit voor ogen ziet. Dus u zegt dat... Uw moeder zei dat een jongen daar naartoe heeft gestuurd en een man heeft teruggekregen. Dus, dus hoe is dat proces dan van terugkomen? Voor uzelf met name. Dan pas zie je hoe verwend wij zijn in Nederland. En ook al ben je maar 20, dan heb je echt in de gaten dat wij soms maar een steltje klagers zijn. Ja. Op het moment dat de koelkast kapot is, staat heel het huishouden op zijn kop. En dan functioneert niemand meer. En dan denk je, potverdikke, ik heb met mensen dood zien gaan die niet eens een huis hadden. Ja. En die constant moesten bukken voor kogels. Dus waar klagen wij in Nederland over? Inderdaad, wij hebben ook een aantal boeken van u gelezen. Ja. Daarin lezen we ook over uw ervaringen en wat u heeft meegemaakt. En wij vonden dat best heftig. Heeft u één bepaald moment of een situatie waarvan u 's nachts in uw bed ligt en dat u dan nog een flashback van krijgt? Dat u gewoon daar even bij stilstaat? En hoe verwerkt u deze? De momenten, van de gevechtsmomenten, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Nee. Dat is heel vaak, en dat is waarschijnlijk gewoon een natuurlijke reactie van een militair. Dan is het vaak hij of ik. En je weet voor welk doel je doet. Ja. Je weet welke mensen, waarvoor je daar bent. Dus om de vrijheid van anderen. Waar ik zelf nog wel regelmatig van wakker lig en problemen mee heb, is met mijn gevangenschap in Afghanistan. Ja. Ja. Dat zijn nog wel momenten waar je nog wel eens aan terugdenkt. Zeker als je sommige bepaalde beelden op tv ziet. Van mensen die tegen hun wil worden vastgepakt, geblinddoekt, geboeid. Ja. Dan heb ik daar nog wel eens even een probleempje mee. Maar het gaat steeds beter. Okay. Verder, u heeft het net over, als ik het goed begrijp, het was hij of ik. Bent u ook wel eens een eigen, dat u met uw team was op uitzending, dat u zelf een man bent verloren? Nee, gelukkig niet. We hebben wel een aantal gewonden gehad. Ja? Maar ik ben een van de gelukkige commandanten die nog nooit een eigen kerel is verloren. Maar wel om me heen, Amerikanen, Australiërs, in ieder geval zien sneuvelen. En ja, dat zijn gewoon brothers in arms. Die horen ook gewoon bij je. Ja, ja. Maar niet onder mijn eigen commando, gelukkig niet. Dat is wel fijn. Ja. Verder, om nog daarop terug te komen. U bent begonnen bij de marine, 1998.
De cijfers waren goed. Cijfers waren wel goed? Ja, de cijfers zijn goed. Dat is 89. Oh, even omdraaien. Ah, dat is net switch. Ja, okay. Om daarop verder te gaan. U bent begonnen bij de marine. Daarna naar de korpscommandotroepen, als ik het goed zeg. Van wat kwam die ambitie? Want korpscommandotroepen, dat is een vrij hoge gevechtseenheid binnen het leger. Dus met de groene baretten. Waar komt die ambitie vandaan? Nou, voor de mensen die vandaag de krant hebben gelezen, het is natuurlijk heel erg moeilijk om daar nu over te praten, om te zeggen dat wij halfgoden zijn. Maar ik durf wel te zeggen dat als je in dienst wil, en ik denk dat elke jongen wel altijd het beste uit zichzelf wil halen. Jij voetbalt. Jij wil zo hoog mogelijk voetballen. Zeker weten. Nou, ik denk als je militair bent in Nederland, dan wil je ook de Champions League militair zijn. Ja. En dat is dan wel het korps commandotroepen, denk ik. Die ambitie om militair te zijn, dat is denk ik een vloek. Ik was zo groot en ik wilde één ding, militair worden. Ja, en daar ben ik steeds verder in gegaan en bleef uiteindelijk over het korps commandotroepen. En dat was maar geen proberen, dat was, dat ga ik doen. Ja, dus, streven. Ja. En Marco, we zijn alweer op de laatste vraag aangekomen van dit blok. U heeft vast veel trotse momenten gehad in uw carrière, zoals het ontvangen van de Willemsorde. Op welk moment bent u het meest trots? Op de twee momenten dat ik mijn twee zonen in hun uniform thuis zag komen. Ja? De eerste keer was dat ik mijn baret mocht geven, een baret mocht uitreiken aan de oudste zoon, aan Mitchell, zijn rode baret. De tweede keer dat ik mijn middelste zoon bij de onderzeedienst thuis zou komen in zijn uniform. Ja, dat zijn voor mij wel de mooiste momenten. Als ik zou mogen vragen, heeft hij ze gestimuleerd om bij het leger te gaan? Nee, ik heb ze zelf altijd afgeraden, maar het zit waarschijnlijk ook in de genen. Het zit toch in de genen, in de familie. Ja. Interessant om te horen. Maar goed, dat zijn de momenten waar ik enorm trots op ben. Ja. Dan zou ik graag mijn mede-collega Milou. Heb jij nog een vraag aan Marco Kroon? Ja, inderdaad. Ik had nog wel één vraag. Want we hadden het net inderdaad gehad over de hechtheid van de kameraadschap. Ik vroeg me af of u ook zich wel alleen dan heeft gevoeld in die momenten, bijvoorbeeld in het leger. Of ik me alleen heb gevoeld? Nou, ik zal je vertellen, vanaf 29 mei 2009, vanaf het moment dat ik de Willemsorde heb gekregen, toen ben ik pas echt alleen geworden. En dat is niet zielig of zo, maar je kunt je ervaringen met niemand delen. Je bent de eerste ridder in 54 jaar. Ja. En iedereen in heel Nederland ziet een ridder. Die denkt, nou, als die een scheet laat, dan ruikt hij vast naar rozen. Want zo werd je ook helemaal gepresenteerd. Alsof je over water kunt lopen. Maar ik ben ook maar gewoon een mens. En je werd je zo in één keer weggezet als zijnde, dit is de held van Nederland. Terwijl ik nog steeds vind dat ik gewoon maar mijn werk heb gedaan. Ik ben gewoon een gelukkige commandant geweest die op de juiste momenten de juiste beslissing heeft genomen. Het verschil tussen roekeloosheid of helderdom, dat is net welke kant valt de medaille op. Dus had u het gevoel dat u best wel wat mensen had verloren in die tijd dan, of niet? Ja, nou, je kunt niks meer delen. Vroeger zat je in een eenheid met je mannen, dus wij maakten het mee. Wij deden de opdracht vervullen. En vanaf het moment dat je uiteindelijk uit die club wordt getrokken en je wordt daar op een voetstuk geplaatst, ja, dan de rest gaat verder. Mensen gaan weer op uitzending, mensen gaan weer dingen doen. Eigenlijk wat jij wilde. Alleen ja, dat kon niet meer, want je was het boegbeeld van Defensie. En dat is niet zielig, dat is ook uiteindelijk, doe je dat ook weer met vol overgave. Alleen als je het hebt over wanneer voel je alleen, ja, vanaf dat moment voel je je wel alleen. Ja, dat snap ik. Nou, om het kopje uitzendingen loopbaan af te ronden. We hebben het gehad over het vertrouwen in de groep die je hebt binnen je kameraden. Over dat onze Marco al vanaf jongs af aan eigenlijk militair wilde worden. En dat beelden eigenlijk tijdens een uitzending nog heftiger zijn dan de realiteit. Vanuit daar wil ik graag onze mooie moderator weer oproepen. Alexander, voor de vraag uit het publiek. Goed, we hebben net het blok uitzending en loopbaan gehad. Waar we hebben gehoord over de ervaringen die Marco heeft gehad tijdens zijn uitzendingen. En is het nu tijd voor vragen uit het publiek. Dus als je een vraag hebt, kun je je hand steken. Kom ik hier even langs. Meneer, even een vraag. Dankjewel. Marco, wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd in dienst en van een uitzending en die je nog steeds gebruikt in het dagelijks leven?
Marco. De meest waardevolle les die ik in dienst geleerd heb is het denken in het wij. Denken in het wij en niet in het ik. En die trek ik dan een stuk verder. Als je dan kijkt buiten dienst, is dat een verhaal altijd twee kanten heeft. Ik was vroeger ook altijd heel snel in het oordelen. Als ik iemand zag, dacht ik al van, nou zo is die, ik vind hem een lul. Terwijl die in het echt, op het moment dat je met hem spreekt, compleet anders is. En dat heb ik nu, kan ik al zeggen, maximaal aan de lijve ondervonden. Dat mensen een beeld van mij hebben die ja, niet eens zo'n beetje klopt. Vind ik helemaal niet erg, het is wat het is. Maar op het moment dat je gezin daar ook last van gaat krijgen en ook je kinderen, dan wordt het wel lastig. Maar ik vind het belangrijk nog steeds om de les uit te dragen, denk in het wij. Dus soms moet je dingen doen tegen je zin om het collectief te dienen. En ik denk dat we dat als maatschappij en als Nederlander wel iets meer moeten doen. Om niet alleen maar te denken in wat zit er voor mij in, maar wat kan ik doen voor de maatschappij. En dat is wat ik heel erg mis. Meneer, heeft dat uw vraag beantwoord? Ja, uitstekend. Dankjewel Marco. Graag gedaan. Goed, ik zag daar rechts volgens mij ook nog iemand met een vraag. Mevrouw, wat was uw vraag? Het is misschien een beetje een rare vraag, maar is er een positieve of een blije herinnering aan de uitzending? Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan de uitzending. Want ook al heb ik hele vervelende dingen meegemaakt en gezien, het heeft mij wel gemaakt tot wie ik ben. Het heeft mij gevormd en het maakt me alleen maar steeds blijer dat ik Nederlander ben en hoeveel geluk wij hebben dat dit allemaal kan in Nederland. Dus ja, oorlog is er al zo oud de mensheid is. En denk ik dat er nog heel lang zal blijven. Ja, en als ik daar mijn steentje in kan bijdragen als militair. En ik hoop dat mensen na mij dezelfde afwijking hebben die ik ook heb. Om alleen maar mijn land te willen dienen. En als dat dan is als militair. Liefst doen we dat pratend. Maar je ziet heel vaak dat het praten niet meer lukt. En dan zal er af en toe iets meer oorlog moeten zijn om vrede te krijgen. En dat klinkt heel zwartgallig. Maar ik denk dat ik vanuit mijn uitzendingen heb meegekregen wat vrijheid is. Want we zeggen hier nu met de coronaregels, mijn vrijheid wordt afgepakt. Mensen, we weten niet is wat het is om vrijheid kwijt te zijn. De mensen uit de Tweede Wereldoorlog wel. En daarna denk ik dat we alleen nog maar in vrijheid hebben geleefd. Dus, en ik wil hier echt geen oude lul uithangen door te zeggen van stop met klagen. Maar we hebben echt vrijheid hier. Ook al mag je iets later niet naar de supermarkt toe. Maar dat is nog steeds vrijheid. Was dat antwoord op uw vraag, mevrouw? Zeker, mooi antwoord. Ingestudeerd, hè? Goed gevraagd, heel goed. Was er verder nog een vraag uit het publiek? Meneer Achter. Meneer, wat was uw vraag? Allereerst, wat het belangrijkste is, in ieder geval bedankt Marco voor de service aan Nederland en zeg maar je rol in Defensie. Mijn vraag is eigenlijk, jij noemt zeg maar het kantelpunt van het krijgen van de Willemsorde in je leven. Mijn vraag is eigenlijk, hoe ben je daarvoor benaderd vanuit Defensie of vanuit welke instantie? En gelden er nog spelregels die jou verteld zijn, zeg maar, voor het moment dat jij die orde accepteerde? In de tijd, ik ben uiteindelijk voorgedragen voor daden uit 2006. In de tussentijd was ik alweer aan het voorbereiden voor mijn uitzending 2007. Ik heb dat hele proces niet meegemaakt. Er schijnen tientallen mensen te zijn gehoord aan de hand van wat ik dan zou hebben gedaan. En uiteindelijk is er een beslissing na 2,5 jaar gekomen dat ik die medaille moest krijgen. Dan word je geroepen door je commandant en zegt Marco, je moet even naar Utrecht, daar krijg je iets te horen. Ik denk, shit, wat heb ik nou weer fout gedaan? Ik denk, ik kan me niet voorstellen. Dus ja, dan zit je daar en dan zitten daar twee generaals. En die vertellen van, je bent voorgedragen voor de Willemsorde. Ja, het eerste wat ik deed, en dat is geen grapje, want ik houd altijd mensen graag voor de gek. Ik denk, nou, nu ben ik aan de beurt. Dus ik kijk zo om. Ik zeg, waar zijn die camera's? Ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Nee, maar het is echt zo. Ja, toen ik dat hoorde, kreeg ik kippenvel, tranen in mijn ogen, maar ook in één keer schuldgevoel. Ik denk, waarom ik? Mijn maten hebben net zo hard gevochten als ik. Ja, toen ik hoorde dat met name mijn maten mijzelf hebben voorgedragen, was dat wel een pleister op de wonden. En Defensie heeft er zelf ook al toegegeven dat ze wel onderschat hebben de tsunami aan aandacht en aan
critici die van alles in één keer vinden van een gewone jongen die in één keer een sterrenstatus krijgt hier in Nederland. En ja, ik moest daar ook aan wennen. Ik was net bezig met mijn kroeg en ik had nog het een en ander in mijn hoofd om te verwerken van 2007. Alleen ja, dat wist niemand. Alleen ik. Maar dat ben niet helemaal op voorbereid, want de eerste voor mij, dat was 55 jaar terug. Ja, en toen was de tijd even iets anders. Toen wist misschien aan het einde van het jaar het hele dorp het. En Nederland nooit. En bij mij wist met een live uitzending met de NOS, ja, dat wist heel Nederland binnen een seconde. Dus ja. Je hebt hem geaccepteerd? Ja. Ja, je mag hem weigeren, inderdaad. Je hebt 48 uur bedenktijd. En ja, als we Nederland zelf al nu de Wereldcup bieden, zeg je ook van niet, nee, laat maar, dat hoeft niet. Dus ja, ik vond het echt een enorm compliment. Zeker toen ik hoorde dat mijn jongens mij hebben voorgedragen. En uiteindelijk heb ik hem geaccepteerd omdat ik onze medaille droeg. Wat wij hebben gedaan. Dat is voor mij uiteindelijk wel de druppel geweest waardoor ik zei van, ja, is goed. Geef dat ding maar. Maar als ik het terug kon draaien de tijd, dan zou ik het doen. Dan zeg ik, hou hem maar lekker. Maar niemand kon jou vertellen wat de gevolgen ervan waren. Nee, niemand. En dat neem ik ze ook niet kwalijk, hè? Want niemand kon het ook zien. Dat was 55 jaar geleden en toen hadden we nog honderden ridders. Ja, en nu in één keer komt een jongen, wordt een Brabants jongetje, wordt naar voren geduwd. En die moet in één keer met blonde lokken op een mooi wit paard, moet hij overal een beetje een mooie jongen uithangen. Ja, dat ben ik niet. Dus helaas, spijt me. Is dat een goed antwoord op uw vraag, meneer? Ja, ik was ook met name even benieuwd naar of je wordt voorbereid van, je hebt nu een voorbeeldrol. Ja, dat vindt men, ja. Nee, maar wordt dat ook? Ja, eens. Oké. Okay. Nou, je krijgt mediatraining. Je krijgt mediatraining, twee keer krijg je een gesprek. En dan, dan moet je door schade en schande moet je uiteindelijk wijzer worden. En dat is wel gelukt en ik ben wel blij dat we... dat Defensie een lerende organisatie is. Want de twee ridders na mij, ja, niemand weet bijna hoe ze eruit zien. Dus die hebben zelf kunnen kiezen van wat doe ik daarmee. Maar ik had geen keuze. Nee. Dus wordt bam, boegbeeld. En hier, hij is voor jou. Nou, ik heb hem gehad ook. Okay. Nou, alsnog gefeliciteerd. Ja, ja, dankjewel. Goed. We hebben net de vraag uit het publiek gehad. En dan is het nu weer tijd om zo door te gaan naar het volgende blok. Ik heb eerst weer een paar stellingen voor u. De eerste is, wie zat er de afgelopen jaar één of meerdere keren echt doorheen? Sta op als dat zo is. Ik denk dat dat namelijk wel een paar keer is gebeurd, ja. En de tweede is, wie is er wel eens 3 weken lang of minimaal 3 weken zonder familie geweest? Oké, ik zie al een aantal mensen opstaan. Kunt u weer gaan zitten? En bij de derde vraag, wie heeft zich wel eens schuldig gevoeld tegenover familie, omdat je te weinig tijd met ze hebt doorgebracht? Even kijken. Meneer hier, u stond op. Ja, klopt. Waarom stond u op? Nou ja, ik heb soms wel het idee dat ik te weinig tijd met mijn ouders doorbreng, inderdaad. Ja, dat is ergens logisch. En dan gaan we zo kijken hoe Marco dat heeft ervaren als hij op de uitzending is geweest. We hebben het net gehad over Marco's loopbaan. Daar heeft hij natuurlijk veel wijze lessen van geleerd. Maar Kroon heeft ook meer dan een bijzondere loopbaan. Hij is namelijk ook vader van 3 kinderen en heeft een vrouw, Mirjam. Zijn hele leven ligt dus niet in het veld. En daar gaan we dus niet over hebben. Ik geef het woord weer aan de interviewers. Nou, bedankt Alex. De laatste vraag van onze moderator was over het schuldgevoel dat sommige mensen hebben tegenover hun familie of vrienden, omdat ze langere tijd misschien geen tijd hebben. Voelt u zich ooit wel eens schuldig tegenover bijvoorbeeld uw vrouw of uw kinderen? Omdat u natuurlijk best wel een tijdje weg bent soms. Ja, en niet zo'n beetje ook niet. Best wel veel eigenlijk. Zou ik het anders hebben gedaan of zou ik het anders doen? Nee. Dat is denk ik de vloek die in mij zit, omdat ik vind dat ik mijn land moet dienen. Maar dat merk ik nu, hoe ouder ik word, dat mijn jongens daar toch wel last van hebben gehad. En niet zozeer last van dat ze niet goed hebben kunnen opgroeien. Maar ik heb wel het gevoel dat ik als vader in de vormingsrol, wat ik vind wat een vader hoort te hebben, daar heb ik wel in verzaakt. Ja. En niet bewust, want ja, als ik er was, dan probeer ik ook zoveel mogelijk te zijn. Maar daarentegen heb ik meer mijn eigen jongens in het veld opgevoed, dat gevoel heb ik, als dat ik mijn eigen kinderen heb opgevoed. En dat is inherent aan de keuze die je uiteindelijk maakt om,
om je land te dienen. En ja, dat voel ik me schuldig door. Ja. Ja. Kan ik dat inhalen? Nee. Nee. Ik probeer er zoveel mogelijk in ieder geval voor ze te zijn nu. Ja, nemen ze het u ook kwalijk, denkt u? Ja, dat klinkt heel vreemd en ik zou willen dat ze erbij waren, maar ik denk het niet. Ik denk het is zoals het is. Papa ja. was er toch al nooit. En misschien een leuke anekdote, toen met name de oudste, zat ik in de commandoopleiding. Elke zondag word je dan weggebracht en dan hoop je maar weer dat je de volgende zondag thuis bent, want dat weet je ook nooit. En dan zijn die kleinen altijd van, daar woont papa hè, op een station. Ja, en dan loop je daar heel zielig heen en lach je, denk je, jezus, wat ben ik een lul eigenlijk, zeg. Mijn kind denkt dat ik op een station woon. En dan voel je heel even zielig en denk, moet ik hier iets aan doen? Nee, ik moet mijn land dienen. Ja, dat klinkt heel, heel heroïsch, maar zo dacht ik het echt. En het is zoals het is. En zo probeer ik het ook mijn jongens te vertellen. Ik probeer ook zoveel mogelijk op schrift te stellen. Ook elke keer als ik op uitzending ging, schreef ik een afscheidsbrief. Ja, probeert u het dan zo, zeg maar... ik probeer onder woorden te krijgen waarom ik er nooit was. En dat, om dat in één gesprek te doen, gaat niet. Dus ik probeer dat elke keer in kleine stukken op te schrijven, te waarborgen, weg te drukken in een envelop. En als ik er dan een keer niet meer ben, dan... Begrijpen ze het ook nu? Ja, dat weet ik niet. Ik kan het dan niet meer vragen. Dat weet ik niet. Nee, oké. Ja. Nou, nou, heel mooi het antwoord. We gaan nou, zeg maar, door uit een boek die u heeft geschreven. Als het goed is, komt die, zeg maar, zo op beeld. Ja. Uw boek Leiderschap onder vuur, dat heeft u geschreven. Dit is, zeg maar, uw quote. Ik zal het wel even voorlezen. Je leert dat er voor elke uitdaging een oplossing is. En dat de grens van het menselijke uithoudingsvermogen pas is bereikt bij het verliezen van het bewustzijn. Je erkent je grenzen en weet ze te verleggen. Bovendien blijken de grenzen van het onmogelijke een stuk verder weg te liggen dan je misschien in eerste instantie dacht. Nou, ik zie al dat u hem heel goed kende. Kan u nog herinneren toen u deze schreef? Ja, ik gebruik hem dagelijks. Als, nou, nu niet meer, maar toen ik nog operationeel zat en mensen waren moe. Ik zeg, zolang ik wil praten, kun je nog steeds verder. Want die energie die je van het praten kun je gebruiken om te lopen. En dat klinkt heel hard. En misschien daarom ben ik ook wel een beetje blij dat programma's nu zoals Kamp van Koningsbrug en in ieder geval Special Forces VIPs. Ja, zo gaat het echt. Maar dat komt omdat je in oorlogstijd heb je niet de regie. Dat heeft vaak de vijand. Dus vandaar dat je je moet voorbereiden op het, ja, op de onwetendheid. Dus de enige zekerheid die je hebt, is de onzekerheid. En daar moet je dus uiteindelijk mee leren omgaan. En mensen, ik kan jullie echt vertellen, een menselijk lichaam kan veel meer dan dat je denkt. Veel meer. Omdat we namelijk, ja, we hebben een bepaald beeld van, oh, dat kan ik wel. Mensen zijn heel lief voor zichzelf. Als ze ook maar een pijntje hebben, dan stoppen ze. Want stel je voor dat je iets kapot loopt. Ja, zo snel gaat het niet. Je lichaam is de mooiste machine die er is en die kan zoveel aan. En bent u daar zelf dan achter gekomen? Ja, lopend slapen of slapend lopen, ja, dat kan echt. Als je buddy je gewoon vasthoudt, dan kun je gewoon slapen en dan pak je even een paar minuten. Het kan echt. Alleen je moet het willen. En willen is kunnen. Dat en over welke grenzen had u het hier? Ja, over fysieke grenzen, maar ook over de mentale grenzen van het pijn, zeggen ze altijd, is heel mooi. Pijn is een emotie, dat kun je uitschakelen. Maar dat is echt zo. Als je die kunt daarop trainen, als je daar je ademhaling met name regelt, kun je sowieso ook je pijngrens gaan verleggen. En komt die dan later terug, de pijn? Nou, dus als je te ver loopt, dan is alles kapot. Ik heb, ik ben nu 52, maar als ik opsta, voel ik me net 200. Dus het heeft uiteindelijk wel zijn tol. Ja, maar dat is waarom je militair wordt. Niet voor jezelf, maar voor Nederland. En dat is het accepteren. Ja. En, ja, maar je kunt verder als dat je denkt. Dus even aan de kids. Jij ook, hè? Ja, familiemensen, sorry. Heeft u nou ook bijvoorbeeld, want u heeft vast heel veel wijze lessen, zeg maar, ondervonden. Heeft u nou bijvoorbeeld ook echt een goed advies voor de toekomstige militairen? Een advies voor de... Ja, word niet verliefd. Ja, maar ja, dat advies dat kun je waarschijnlijk nooit opvolgen, want dat zit in je hart. Als ik het achteraf terug had mogen doen, dan had ik waarschijnlijk niet verliefd willen worden. Had ik mijn kinderen niet pijn gedaan. Maar ik denk... dit even gewoon zonder gein. Maar ik denk, om even terug te komen op het antwoord wat ik tegen die meneer daar zei. Denk in het wij. Denk in het wij, niet in het ik. En probeer tevreden te zijn met wat je hebt.
Loop niet altijd te zeiken van dit zit niet lekker, dat hebben we niet. Nee, je moet het doen met de dingen die je hebt. En of dat nou zakelijk is of in de privésfeer, doe het met wat je hebt en ben daar tevreden mee. Dit is je dan geleerd van de militaire leven? Ja, precies. Ja. Het klinkt, een ander heeft het altijd zwaarder als jij. Er is altijd iemand die het zwaarder heeft. Zo hebben we al een klein voorbeeldje. In de opleiding hadden we alleen maar een tentzeiltje. Maar dan keken we naar de andere club. Die had een tentzeiltje en een matje. Nou, voelden wij ons zielig. Maar keken we weer naar die andere club. Die had helemaal niets. Denk, hey, eigenlijk is het best wel ideaal wat we hebben. We hebben een tentzeiltje. Ja. Dus kijk eens om je heen. En zie eens dat andere mensen soms het veel slechter hebben als dat je zelf hebt. Ja, en dan voel je jezelf weer in één keer veel lekkerder. Klinkt heel raar, maar zo heb ik dat altijd. Nou, ik hoop dat het voor het publiek een wijze les was. Maar voordat ik het wil afsluiten, ga ik even over naar Joa. Die heeft misschien ook nog wel een vraag. Ja, ik had inderdaad nog een vraag. U bent op verschillende uitzendingen geweest. U heeft veel ervaring opgedaan, verschillende dingen meegemaakt. Vanuit daar, door die ervaring, denk ik ook wel dat u veel advies kan geven aan mensen. Maar heeft u ooit advies gekregen die u eigenlijk nooit heeft aangenomen? Waarvan u dacht... Ja, wordt het gewoon niet. Ja, ik ben eigenwijs van nature. Ik doe altijd graag mijn eigen zin. Maar ik durf ook wel best wel toe te geven dat ik iets ergens fout zit. Maar dat is een voordeel en een nadeel. Als je commandant altijd bent geweest, dan bepaal je ook je eigen regels van de opdracht. Dus het advies wat ik in de wind heb geslagen... dat is niet zozeer een advies geweest, maar wel tegen beter weten in heb ik ooit wel eens met een hoofdman van een dorp gesproken. En ik wist, als de vijand weet dat we met die man hebben gesproken, dan loopt dat niet goed af. Ja. Maar toch was ik, denk ik, iets te gedreven in mijn opdracht en heb tegen beter weten in, heb dat toch gedaan. En later bleken die mensen vermoord te zijn. Ja. Dat draag ik nog steeds wel met me mee, ja. Komt wel schuldgevoel bij kijken. Ja. Okay. Ik wil even dit kopje afsluiten. We hebben het inderdaad gehad over hoe je familie met een militair leven combineert. En misschien ook het schuldgevoel dat daarbij komt kijken. Nou, we hebben ook gekeken naar een hele mooie quote uit uw boek. En over welke grenzen dat geeft. En u heeft wat wijze lessen met ons gedeeld over... dat we eigenlijk niet zo moeten zeuren en dat we het eigenlijk misschien best wel goed hebben. Oh, niet misschien, zeker. Dat is zeker niet moet zeuren. Maar dus ik denk dat ik het terug kan geven aan onze moderator. Ja, dankjewel Milou. Goed, we hebben net het blok familie en wijze lessen gehad, waarin we hebben gehoord hoe Marco zijn carrière combineerde met zijn loopbaan. En hoe de wijze lessen die hij heeft opgestoken heeft kunnen gebruiken in het leven. Dan is het nu weer tijd voor vragen uit het publiek. Dus steek maar je hand op als je... Even kijken, ik ga eerst naar mevrouw hier rechts. Mevrouw, wat was uw vraag? Nou, we hebben inderdaad gehoord over uw eigen traject, zeg maar, binnen het leger en uw zoons. Ik vroeg me af of u iets kunt vertellen over uw ouders of grootouders. Zit er ergens in uw familielijn of ook militairen of een achtergrond in het leger waardoor u... daar ook aantrekkingskracht tot heeft. Aangezien u zegt, ja, en bij mijn zoon zit het, zal in bloed zitten. Zit dat ergens daar ook? Mijn Britse opa, de vader van mijn moeder, dat was een Britse militair. Die zat bij de 53rd Wells Division, die onder andere Den Bosch mee heeft bevrijd. Toen ik 18 was, toen ik voor de eerste keer in mijn uniform thuis kwam, stierf hij. En in de tijd toen ik klein was, zag ik dat opa allemaal rare trekjes had. Nu weet ik dat die man gewoon zwaar PTSS had. Net als heel veel mensen uit de Tweede Wereldoorlog. En wat heel erg logisch was. Alleen toen had het nog geen naampje en toen had het nog geen stempel. Maar dat is de enige militaire lijn, enige militaire band die ik heb met mijn familie. Mijn pa wilde heel graag bij Defensie. Mocht niet. Slechte knieën. Voor de rest... Nee, niemand. Dus ja, dat is... Ik weet niet waar dat voor mij... Ik was zo groot. En voor mij was het ook nooit een vraag van... Wat wil ik worden? Dus ik heb ook wel eens wat woorden gehad met mijn jongens van... Stel je toch niet aan, je weet toch wat je wil worden? Nee, maar het blijkt tegenwoordig veel moeilijker te zijn dan vroeger. Want voor mij is het nooit moeilijk geweest. Ik wist het al.
En ik dacht dat iedereen dat had. Van, ik word arts, of ik word piloot, of ik word dit. Dat is gewoon een tik, denk ik. Ik kan er niks aan doen. Dat is zo gegroeid. Maar niet vanuit familie of zo, of bij kennissen. Eigenlijk helemaal niemand. Ik was de enige met die afwijking. Dankjewel, Marco. Had u verder nog een vraag, mevrouw? Nou ja, en uw vader, was hij trots of hield hij u juist liever tegen om daar... Nee, mijn vader heeft me wel altijd verteld dat hij heel graag bij Defensie wilde. Alleen die mocht niet. En die heeft mij wel een beetje, of nou niet een beetje, heel erg daarin gemotiveerd. En niet zo direct van je moet militair worden. Maar wel in overal proberen de beste in te zijn. Dat is niet altijd gelukt. Maar als je dat probeert, dan kom je een heel eind. En ik had een bepaald bijgeloof. In mijn opleiding moest mijn vader mij afzetten op het station. En een hand geven. Anders haalde ik het niet. Dat zat in mijn hoofd. En die handdruk, ja, die was mij zoveel waard. Dat gaf me zoveel kracht voor minimaal een week. En dat was wel... dat was wel een bijzonder gevoel altijd. En dat probeerde ik ook voor mijn jongens te zijn, maar ik was er nooit. En dat is wat me soms wel schuldgevoel geeft, ja. Is dat uw vraag beantwoord, mevrouw? Ja, dank je voor het openhartig antwoord. Graag gedaan. Goed. Voordat we dadelijk naar het derde blok gaan, beschuldiging imago, heb ik eerst weer een aantal stellingen voor jullie. De eerste stelling is, sta op als je imago belangrijk vindt. Niemand? Oké. Interessant. Sta op als je wel eens verkeerd bent begrepen. Ja, ik denk dat iedereen dat wel eens een keer heeft meegemaakt. Dankjewel, dan kunnen we weer gaan zitten. En als laatste, sta op als je ooit vals beschuldigd bent. Oké, dan zal ik weer eens even kijken. Meneer in de rode trui. U bent wel eens vals beschuldigd. Ja, zeker, dat weet ik nog, op de middelbare school. Toen had ik een chocolademelkautomaat. En daar moest 35 cent in. En hij werkte niet. En ik ging naar de conciërge. En de conciërge tegen mij zei van, die heb je er vast niet ingestopt. En ik weet nog dat ik dat heel erg vond. Ja, ja, daarin vals beschuldigd. Ja, dat zie je maar, dat vals beschuldigd kan op elke manier voorkomen. Goed, de laatste jaren is Marco veel in het nieuws geweest. Maar hij is niet altijd even positief afgebeeld. Er kwamen verschillende beschuldigingen op hem af. Zoals drugsbezit en een kopstoot geven. Maar Marco had ook zijn eigen verhaal die uiteindelijk voor wat opschudding zou zorgen. Dus hierbij gaan we weer terug naar het interview. Nou, bedankt Alex. We zagen net dat bijna 40% van de zaal opstond. Toen zei dat ik ben wel eens een keer vals beschuldigd. Verrast u dat? Nee, mensen zijn van nature erg gemeen. Dus, dat is iedereen wel eens geweest. Alleen de ene is in grote mate en de andere. Ik denk dat het pas interessant wordt en vervelend. Als er heel veel mensen vanaf weten en als je door heel veel mensen wordt belaagd. Dan anders kun je het nog wel uitvechten. Maar op het moment dat het onmacht wordt, dan gaat het pas echt pijn doen. Nee, dat snap ik. Ja, een conciërge zou ook wat anders zijn dan misschien... was het maar 35 cent geweest. De advocaat die kost iets duurder. Nou, na alles ook wat er gebeurd is en al uw ervaringen. Denkt u nou ook dat u een voorbeeldfunctie heeft voor bijvoorbeeld militairen of de jeugd? Nou, ik vind dat zelf niet, maar ik besef wel dat mensen mij zo zien. En daar ben ik wel, zeker toen ik net ridder werd. Toen had ik een kroeg en ik stond liever in mijn blote kont met een biertje aan de bar, als dat ik met een wijntje op het Binnenhof met de minister-president stond te praten. Daar heb ik in het begin nog geprobeerd tegen te vechten. En niet zozeer van dat ik daar actief zeg, dat wil ik niet. Maar ik denk, ik probeer zoveel mogelijk mezelf te blijven. En soms kan dat gewoon niet. Soms moet je gewoon jezelf helemaal aanpassen en moet je jezelf een beetje verbouwen naar waar je bent. En hoe merkt u dat u een voorbeeldfunctie was? Ja, dat mensen je benaderen, je mailen, je vragen stellen waarvan ik denk, ja, waarom vraag je dat aan mij? Ik ben ook maar gewoon een luitenantje of een kapitein, dus waarom vraag je dat aan mij? Ja, en als het dan meerdere keren in de media wordt genoemd, meerdere keren word je ergens van beschuldigd. En daar wordt ook nog eens een keer bij gezegd, ja, die man heeft een voorbeeldfunctie. Ja, dan ga je dat op een gegeven moment geloven en dan ga je het accepteren. En net wat ik net al zeg, we moeten denken in het wij en niet in het ik. Dus ga ik me aanpassen op een gegeven moment en probeer me ook zoveel mogelijk aan te passen. Ik zit hier nu met een jasje, niet omdat ik dat zo lekker vind zitten. Maar omdat ik denk, hey, mensen, ja, die verwachten dat misschien of die vinden dat misschien prettig. Dus dat is een heel klein voorbeeld, maar uiteindelijk ga je jezelf aanpassen.
En gaat u die aanpassingen dan ook nog wat verder dan een jasje alleen? Ja, ook je gedrag. Wij bijvoorbeeld, wij, Mirjam en ik, mijn vrouw die daar zit, wij gaan eigenlijk nooit meer uit. Want als wij in Den Bosch uitgaan, dan iedereen kent je, iedereen is afslappen over. Dat is allemaal leuk op een gegeven moment. Maar goed, ik hou ook van een biertje. En ik heb ook wel eens meegemaakt in de eerste jaren dat ik net ridder was, dat ik bepaalde uitlatingen van mij, die ik gewoon in privésfeer heb gezegd, die stonden gewoon in de krant. Tegen wie had u die dan geuit? Ja, precies, tegen wie? Dat weet ik dus niet meer. Nee. Als je in een kroeg staat, dan en ik ben linksdoof, dus ik praat nogal wat harder. Ja, dan, iedereen hoort dat. En Marco Kroon zegt het, dus het is zo. Laatst met de rellen in Den Bosch, en dat was echt een oprechte mening van mij met die rellen. Ik vond het schandalig wat daar gebeurde. En ik heb met een aantal veteranen, een paar honderd, onze hulp aangeboden om in ieder geval het ziekenhuis vrij te houden van rellers en dat soort zaken. Ja, en als je eens wist hoeveel commentaar ik daarop gehad vanuit de defensietop en vanuit wie dan ook, dat ik een voorbeeldfunctie heb en dat niet kan doen. Ja, dan denk je, potverdikke, is dat dan waar? Moet ik mezelf dan terughouden en moet ik het dan niet doen? Dus dat zijn dingen waar je echt gewoon rekening mee moet houden. Mensen kijken tegen je aan. Als jij iets zegt, dan wordt het waarschijnlijk harder opgepakt als dat iemand het pakt, zegt die niet bekend is. En hoe gaat u er dan mee om? Want het lijkt me best wel lastig als u zegt, dat ben ik niet. Ja, dat is het ook. Kijk, als ik het had geweten dat daar een agent had gestaan met carnaval, was ik daar niet gaan plassen. Nee. Want de hele dag houd ik er al rekening mee. En toevallig was de Korte Putstraat voor de eerste keer in de geschiedenis, was van de andere kant was die dicht. Dus ik denk, nou, daar haal ik nog net, kan ik daar net in? Nee, je moet omlopen. Ja, denk, oh, dus ik loop, dan ga ik hier maar even staan. Nou, en de rest is geschiedenis. Ja. Nou, de laatste jaren bent u ook heel wat in het nieuws geweest, zoals u zei. Hoe voelde u erbij, zeg maar, dat u zoveel in de media terechtkwam? Ja, als je in de media terechtkomt, hoeft niet slecht te zijn. Maar als je merkt dat hele verhalen worden verdraaid, dat het eenzijdig is. En dat je met name ook het OM... En ik heb niks tegen de overheid, hè? Absoluut niet. Maar soms corrigeert de OM ook wel naar de fout toe. Heel klein voorbeeldje. De dag dat ik werd gearresteerd tijdens de kopstoot, was er een negatieve drugstest. Voor mij geen verrassing. Maar die brachten ze dus wel als positief naar buiten. Puur om te framen en om de karaktermoord in te zetten. Later zeggen ze dan wel, oh ja, sorry, dat was een foutje van ons. Ja, en dat, met name dat soort dingen, dat kent de gemiddelde Nederlander niet. Die leest alleen de koppen. En zelfs je beste vrienden of je kennissen, die komen dan bij je met vragen. En dan denk je, potverdikke, het werkt. Het framen, de karaktermoord, is in werking getreden. Waarom zouden ze dan u willen framen of karaktermoord? Ja, waarom weet ik niet. Ja, je bent een verdachte, dus het OM wil winnen. Als je kijkt naar 2010, toen ik werd aangeklaagd voor wapen- en drugshandel. Ja, na 2-3 weken was al heel duidelijk dat dat hele drugsverhaal niets was. Ja, toen hebben ze dat taserverhaal van dat wapen, wat gewoon niets anders is als een telefoontje met een iets te sterke batterij. Ja, helemaal compleet uitgemeten als taser. Met foto's bij de NOS van die met die gele draden eruit en zo. Ja, het was gewoon een telefoontje. Ik zeg niet dat mag dan, hè. Maar voor mij was dat geen wapen. Lag achter de bar om Mirjam te beschermen, als ik er niet was. Maar voor de rest is dat zo compleet uitgemeten, omdat het OM moest en zou gelijk hebben. En uiteindelijk is de veroordeling voor die geldboete voor dat wapentje achter de bar, of dat gadget ding, dat heeft wel als een zwarte deken over mij heen gehangen, tot op de dag van vandaag. Mensen hebben een bepaald beeld van je en dat is gecreëerd door het OM en door de media. Mm-hmm. En dat kun je niet meer tegen vechten, het is zoals het is. Want die kroeg, waarom die kroeg Finnies, waarom had hij besloten die wil ik openen? Nou, die kroeg was een vlucht voor mij. Ik kwam in 2008 terug vanuit de uitzending. Ja. En er waren wat dingen gebeurd. Met name mijn gevangenschap heeft een diepe impact op mij gehad. En ik wilde de dienst uit. Dat wist niemand. Dus, en zo wilde ik langzaam toch afstand creëren tussen de dingen die met mij waren gebeurd. En dat ik er maar niet mee werd geconfronteerd om te moeten liegen uiteindelijk als mensen mij daar vragen over stelden. Dus lukte dat? Sorry? Lukte dat? Nou, ik was elke dag dronken. In de kroeg, dus het lukte uiteindelijk aardig, want ik was heel druk met mijn kroeg. En 1 december startten wij die kroeg. En 14 december hoorde ik dat ik ridder werd.
En toen is de rollercoaster gaan draaien. Ik was nog heel druk bezig om dingen te verwerken in mijn hoofd, om het weg te zetten. Ja, en toen hoorde ik dat ik door de majesteit tot ridder werd geslagen. Ja, en ik heb het tot en met, dat heb ik nu in mijn nieuwe boek wel beschreven, tot en met een paar uur van tevoren heb ik het willen afzeggen. Want ik zat nog met een geheim wat ik moest vertellen, maar niet kon vertellen voor de veiligheid van de mannen die daar nog bezig waren. Waarom besloot u het zeg maar dan toch wel door te gaan met de Willemsorde? Omdat met name die jongens mij hadden voorgedragen. En dat zou heel vreemd zijn, want als ik dat niet had gedaan, had ik moeten verklaren waarom ik dat niet doe. Maar dat kon niet, omdat namelijk die missie nog liep en daar nog steeds gevaar voor de mannen daar was. En was dat dan ook de reden waarom u dan, want u kwam, dat is natuurlijk gebeurd in 2007 en u kwam ja. Er zeg maar mee uit in 2018. En is dat dan de reden waarom u er zo lang mee wachtte? Ja, de missie heeft al die tijd nog gelopen en ik heb het elke keer wel, dat monster in mijn hoofd, dat werd verdronken door alcohol, zeg maar. Ja. In de kroeg. Ik durf best te zeggen dat ik mijn beste klant was bij mij in de kroeg. En dat gaf enigszins verlichting. Ja, en dan ben je uiteindelijk met die kroeg bezig. Ja, en binnen no time word je nog eens een keer ridder. Die had ik niet aanzien komen. Nee. En daarna, dan ben je binnen 8 maanden in één keer de grootste crimineel van Nederland. Dan word je in één keer aangeklaagd voor wapen- en drugshandel. En je zit met een monster in je hoofd. En je hebt een kroeg, ik had er nooit eerder een biertje getapt. Dan ben je in één keer ridder. En dan in één keer de grootste crimineel van Nederland. Ja, en dat allemaal binnen een jaar. Ja, dat is veel. Ja, dat kwam best wel binnen, zeg maar. En hoe probeerde je het dan, zeg maar, dat monster dan te verwerken? Want ik kan me goed voorstellen dat het op een gegeven moment u ook andere manieren heeft geprobeerd. Ja, gewoon wegdrukken en zoveel mogelijk werken. En lukte dat? Ja, blijkbaar. Pas na 10 jaar is het eruit gekomen. Maar het heeft wel schade achtergelaten. Dat is ook wel zeker. Ik ben nu de laatste 2 jaar druk bezig geweest om het PTSS-verhaal, om dat een plekje te geven. Ja. En dat is aardig gelukt, denk ik. Ik kan er goed over praten. Dat is prima zo. Dus dan kan ik wel mijn leven. Nee, dat is heel fijn. Dat is heel knap. Dat lijkt me echt heel lastig. Zeker weten als je zo lang er ook niet over mag praten. Kan ik me niet voorstellen. We gaan even een heel klein sprongetje in de tijd nemen. Naar Den Bosch 2019. Inderdaad over het wild plassen en de kop. 3 maart. Ja. Yeah. Ja, precies. Maar, zeg maar, en u zeg maar zegt dat u zegt, ik heb niet de kopstoot gegeven, ik heb mijn geslachtsdeel natuurlijk niet gelaten zien. Hoe reageerde u erop, zeg maar, als mensen zeggen, ja, ik heb dat filmpje gezien of zo en die Marco die zegt maar wat. Hoe reageert u dan daarop? Nee, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat mensen een bepaald beeld van mij hebben. Als je regelmatig negatieve verhalen over mij hoort. En je ziet dat stukje film, dat hele kleine stukje film dat ik met mijn, hoofd beweeg, begrijp ik dat mensen daar een bepaald beeld bij hebben. Maar als ik dan de beelden laat zien, de aanloop daarheen, want dat stukje film wat je ziet, is 38 minuten later na mijn arrestatie. Ik werd gearresteerd omdat ik stond te wildplassen. En uiteindelijk is het hele verhaal, 's morgens werd mij pas duidelijk waarom ik daar zat. Niet uiteindelijk waarom ik daar had gezeten. Ik had blijkbaar met mijn geslachtsdeel lopen zwaaien en een agent een kopstoot te geven. Maar ik wist zeker, dat heb ik niet gedaan. Dat kan helemaal niet, want een agent is voor mij een collega. Zo zie ik dat echt. Ik had, notabene heb ik onlangs een stichting opgericht. Voor agenten ook en brandweermannen en dat soort zaken. Dus ik zou me doodschamen als dat zo geweest zou zijn. Maar dan zie je uiteindelijk wat men van plan is. En dat is natuurlijk, elke verdachte zegt dat hij onschuldig is, ja. Maar er zijn zoveel bouwsteentjes, mensen die het hele proces hebben gevolgd, ja. En niet alleen maar de koppen hebben gelezen, en ook aanwezig zijn geweest in de rechtszaak, die snappen niet dat ik ben veroordeeld. Voor mensen die het niet hebben meegekregen hebben, maar er was een agent die zelfs €150 schokschade vroeg, omdat ze mijn geslachtdeel zou hebben gezien. Nou, voor iedereen was dat lachen, dat kan niet waar zijn, maar om het juridisch zwaarder te maken, is het zelfs gehonoreerd. Zonder naar de psycholoog te zijn geweest of zonder dat je daar zegt, oh, ik heb daar problemen mee, is dat uiteindelijk gehonoreerd en moet ik €150 schokschade betalen, omdat een mevrouw de agent mijn geslachtsdeel zou hebben gezien. Allemaal leuk en aardig, maar als je het, ja, ik ga me hier zelf niet zitten verdedigen. Waar het om gaat is dat ik, ja gewoon gigantisch genaaid ben. En het is zoals het is. Het staat, we zijn nog bezig met de cassatie. Ja. En als dat zometeen blijkt dat ook dat niet werkt, dan pak ik gewoon mijn straf. Dan is het zoals het is. En als de rechter vindt
dat ik die kopstoot heb gegeven, dan ga ik zitten. Ik ga geen taakstraf doen, maar ik ga gewoon zitten. Omdat ik vind oprecht dat iemand die een agent een kopstoot geeft, die verdient een gevangenisstraf. En als mijn staat vindt dat ik dat heb gedaan, dan ga ik zitten. Dat is dan mijn statement. Neemt u dan Nederland dat ook kwalijk? Nee, ik neem het niet kwalijk. Want als nu nog iemand zou zeggen, ja, het is anders, dan denk ik dat er heel veel domino-steentjes gaan vallen. En dat het geloof in het OM en de justitie nog minder gaat worden. Dus u wilt eigenlijk een soort van beschermen dan? Ja, dat is het zieke aan mij. Ik hou van mijn land. Dus, en hoewel ik het niet eens ben met hoe ik ben behandeld, ben ik nog steeds blij dat ik in Nederland leef en dat we agenten op straat hebben lopen die echt een bal uit hun broek lopen om uiteindelijk alles geordend te krijgen. Maar ook daar lopen 6 minnetjes rond die af en toe een beetje jokken om eigen bestwil. En dat is nu gewoon gebeurd. Want ja, ik heb inmiddels ben geopereerd al aan die hand door die boeien. Complete zenuwen zijn doorgesneden. 38 minuten lang hebben ze aan mijn boeien lopen trekken. Dus hier heb ik geen gevoel meer in. Dat is helemaal stilgelegd. En hier kan ik geen normale vuist meer maken. Die complete pees is afgescheurd. Maar daar hoor je niemand over. Dat heeft van u ook daar geen vergoeding voor gekregen? Nee, het is zelfs niet gebeurd. De rechter zei zelfs van, u heeft geen pijn gehad. Want ik zie u alleen maar lachen, meneer Kroon. Terwijl er zo'n dossier ligt van de arrestatie. Wat heeft u nu gezegd tegen de rechter? Ja, als de rechter zegt, nee, het is niet zo, dan houdt het op. Ze heeft ook niet, het is gewoon... Ja, we hebben artikel 12 procedure ingediend en lang verhaal. Dus laten we zo zeggen, het is zoals het is. Het is zoals het is. En pak de klappen en dan gaan we hopelijk weer verder. Nou, inderdaad, u heeft ook inderdaad de Willemsorde gekregen in 2009. Dat was een geweldige onderscheiding. Die kreeg u voor moedig optreden en leiding geven als officier van de commando's bij de vuurgevechten in Afghanistan. Wat betekent het voor u om die Willemsorde te krijgen? Ja, dat was voor mij wel een dubbel gevoel. Ik was natuurlijk enorm trots dat ik voor mijn gevoel de wereldkampioenschappen voetbal won voor militairen. Maar ja, in mijn hoofd zat nog iets anders. Ik vond dat ik hem niet verdiende. Ik liep nog met een geheim, een verklaring die ik moest doen. Aan de hand van wat daar Afghanistan gebeurd was, van wat er met mijn gevangenschap gebeurd was en voor wat ik daarop heb gedaan. Die man uiteindelijk heb uitgeschakeld. Ja, dat zat in mijn hoofd. Dus ik vond dat ik hem niet verdiende. En dat was voor mij een roes. Ik heb die dag ook niet helemaal zelf meegemaakt, moet ik zeggen hier. Ik was met hele andere dingen bezig. Nee, dat snap ik. En ja. Hoe ging je daar dan zeg maar mee om met het gevoel van ik verdien het niet? Want dat moet heel heftig zijn geweest op een persoon. Ja, in de ridderzaal zo snel mogelijk een paar flessen wijn achterover gooien en dan feest vieren. Ja, het verdringen. Het verdrinken. En dat klinkt heel, heel raar, maar dat was wel zo. En dat hielp? Ja, als je een bepaalde roes bent in je hoofd, dan is de pijn altijd minder. En hoef je er niet over na te denken. Nee. Dat was voor mij het meeste. De oorlog in mijn hoofd, dat heeft mij het meeste pijn gedaan. Heeft u daar ook hulp voor gekregen uiteindelijk? Ja, de laatste 2 jaar ben ik daar uiteindelijk. Want toen kon ik natuurlijk nog niet mee naar buiten komen. En nee. De laatste 2 jaar, sinds 2018, 2017, toen ik daar mee naar buiten ben gekomen. In de hoop dat Defensie daar prudent mee is omgaan. En uiteindelijk dat binnen zou houden. Ja. Ja, is niet gebeurd. Dat was een redelijke dolk in mijn rug. Ja. En ja, toen uiteindelijk moest ik er wel mee gaan dealen, ja. Zeker omdat Nederland ook allemaal iets van je vindt. We hadden allemaal 17 miljoen rechters. Iedereen wist precies wat er gebeurd was. Maar niemand heeft ooit gevraagd aan mij, hoe is het eigenlijk met jou? Iedereen vond iets van mij. Maar niemand wist eigenlijk wat er echt gebeurd was. En die oorlog die heb ik zelf samen met mijn gezin moeten oplossen. Ja, en dat is wel gelukt, uiteindelijk. En ik neem het ook niemand kwalijk hoor, maar dit is Nederland. Ja. Ja. Vond uw gezin dat dan ook niet heftig? Of hoe gingen zij daarmee om? Ik denk dat het nog moet komen. Ik heb mijn jongens daar nooit over horen praten. Ze willen mijn boeken niet lezen. Te confronterend, denk ik. Wat ik wel merk aan ze, is dat ze er wel mee gepest zijn. En ik weet hoe het gaat in militaire kringen, jongens onderling. Ik ga de benamingen niet noemen en de scheldwoorden die ze gebruiken onderling. Maar dat kan wel kwetsend zijn. En ik merk het aan mijn jongens dat ze daar toch wel problemen mee hebben gehad. En dat neem ik mezelf kwalijk. Ik kan daar niets aan doen, maar het komt wel door mij dat zij daar ook nog eens een keer problemen mee hebben. Ja. En nou, ik hoop dat ze voldoende haar op hun tanden hebben om dat uiteindelijk te weerleggen allemaal. Maar ik merk wel dat het ze wel iets doet. En ook mijn vrouw. Want ik heb die medaille gehad.
Maar zij had er twee moeten krijgen. Want zij heeft alles meegemaakt met mij. En ja. En dus ja. Ja, we hebben het, laten we zo zeggen. Je echte vrienden leer je pas kennen als het heel slecht met je gaat. En nepvrienden, die ben je kwijt op een gegeven moment. En echte vrienden in je gezin, waar het echt om gaat. Ja, dan weet je pas echt wat je aan ze hebt. En dat heb ik wel geweten, ja. Nou, Marco, als allerlaatste vraag heb ik staan. Zou u zeggen dat u imago belangrijk vindt? Ik vind imago niet belangrijk. Maar uitgemaakt worden voor fantast en leugenaar doet wel heel erg pijn. Als mijn moeder mij vroeger pijn wilde doen en echt wilde hebben, dan zei ze wel, nee, je jokt. Ja, dan werd ik echt helemaal ballistisch. Dus imago is niet belangrijk, maar als je altijd heel goed je best hebt gedaan, jezelf altijd ongeschikt hebt gemaakt om wat dan ook, en je wordt dan op een gegeven moment zo behandeld door bepaalde media, benaderd door mensen, mailtjes krijgen dat het een schande is dat jij nog steeds bij Defensie zit, dan doet dat wel pijn. Dus imago is dan wel een klein beetje belangrijk? Ik vind het niet imago belangrijk, kijk mij dit eens hebben gedaan. Maar het doet wel pijn als je zo meteen de geschiedenisboeken zou ingaan en mijn kleinkinderen en of mijn kleinkinderen, de achterkleinkinderen, die lezen dit soort dingen en weten niet de echte waarheid. Want ik weet wat ik voor Nederland over heb gehad. Ja. En dan doet dat wel pijn. Ja. Want je bent natuurlijk nooit bezig geweest om een Willemsorde te halen. Dat gebeurt je. Dus niet het je probeert als commando altijd in de schaduw te blijven, in de schaduw je werk te doen. En dan plotseling word je opgepakt en dan moet je daar in één keer lintjes knippen en zwaaien. En dan ben jij het boegbeeld van Defensie. En houdt je droom om commando te zijn, houdt gewoon op. Je zou hem nou niet meer aannemen dan? Nee, nu niet meer. Nee. Als ik nu de tijd terug kon draaien, dan had ik vriendelijk bedankt. En had ik nu nog steeds, had ik misschien nu wel de Kamp van Koningsbrug gepresenteerd, wie weet. Nou, ik vond het heel erg fijn gesprek. Ik denk dat ik even aan Joa ga vragen of hij nog een vraag heeft. Ja. Marco, u bent in uw leven voor bepaalde dingen beschuldigd. U had het net over het begrip en over het in moeilijke situaties zien wie je echte en neppe vrienden zijn. Zijn er mensen of één persoon die u eigenlijk in eerste instantie niet geloofde en die u eigenlijk daarmee het meest pijn heeft gedaan? Nee, al mijn echte vrienden hebben mij geloofd, want die weten wie ik ben. Ik zou over zoiets nooit liegen. Ja. En dus nee. Wat ik wel heb meegemaakt is dat sommige mensen hun twijfels hadden. Maar echte vrienden komen naar je toe en die kijken in je ogen en die zeggen, hey, vertel me, hoe zit het? Vertel me eens even. Ja, en die gaan niet in de media of wat dan ook achter je rug om ouwe hoeren en dan iets van jou vinden. En dan in je gezicht weer heel lief doen. Maar echte vrienden komen naar je toe en die vragen hoe het zit. Dus met name door die valse beschuldigingen kon je echt inzien wie je echte en neppe vrienden zijn? Ja, uiteindelijk wel. En met name hoe hoger je in de boom komt, hoe dieper die aardappel in die strot zit, zeg maar, met dat wijntje. Ja, hoe meer mensen afstand van je nemen, want je bent een potentieel gevaar. Want het is namelijk niet hip om met Marco Kroon op de foto te staan, terwijl het het jaar daarvoor nog wel was. Dan ben je in één keer, dan was je de held, maar als er een vlekje op zit, dan ben je in één keer iemand compleet anders en ben je niet helemaal hip meer om naast te staan op de foto. Ja. Dat is allemaal niet erg. Dat is ook wel lekker rustig op een gegeven moment. Alleen zo zie je wel hoe mensen kunnen zijn. Ja, de ware aard van mensen. De ware aard komt dan naar boven, ja. Ja. We hebben het in beschuldiging imago gehad over verschillende dingen. Ik pak het er even bij. We hebben het gehad over... over hoe het was om vals beschuldigd te worden en de effecten die dat dan heeft op jou en op een persoon. En hoe dan zeg maar de nieuws in de media daarmee omging. En we hebben het gehad over verschillende gebeurtenissen in de kroeg en natuurlijk ook over Afghanistan en de effecten die dat heeft op u. En ook even in Den Bosch hebben we het over gehad, over een tijdje in carnaval. En natuurlijk ook de Willemse Orde en of wat het allemaal heeft gedaan. En of je het ooit zou teruggeven en hoe belangrijk imago en een voorbeeldfunctie was. Ik denk dat ik het nou ga teruggeven aan onze moderator. Zo, we hebben het net het blok beschuldiging en imago gehad. En hebben gehoord over de beschuldigingen die Marco naar zich toe heeft gekregen en het imago dat is geschapen over hem. Ik ben vast van overtuigd dat zeker wat vragen bij jullie zou oproepen. Dus dan is het nu weer tijd voor wat vragen. Meneer hiervoor.
Die man heeft een abonnement. Uw vraag. Ik heb wel een vraag. Het geeft eigenlijk aan dat het beeld dat nu is gecreëerd niet overeenkomt met uw werkelijkheid, dus wat u ervan vindt. Maar gaan we dan niet makkelijk voorbij aan het feit dat u toch de orde hebt verstoord, toch? Die u juist zo waardeert en die u belangrijk vindt. Door toch lomp dronken in een steegje te plassen waar agenten stonden. Dat is toch best wel lomp. Daar kan je toch niet omheen eigenlijk. Nee, eens. Ik had daar ook in ieder geval niet mogen plassen. Maar ik ben benieuwd hoeveel mensen nu niet opstaan die zeggen van wie heeft er wel eens buiten geplast. Echt niet? Nog nooit? Nee, kijk. Iedereen heeft denk ik wel eens in een steegje gestaan, et cetera. En als zoiets gebeurt en iemand ziet dat, dan zou ik ook zeggen van dat kan niet, moet je niet doen. Maar ik zeg dat natuurlijk, ik zeg dat het niet kan. Maar wat nu eigenlijk gecreëerd wordt is dat u aangeeft dat het u allemaal overkomt. Laat het zo zeggen, ik stond daar te plassen. Inderdaad, er komt een agent naar me toe, dat mag niet, u heeft gelijk. Ik heb daar ook nooit weerwoord tegen gegeven. Uiteindelijk, en dat was misschien niet handig van mij, op een gegeven moment te zeggen, hoeveel is de boete mevrouw? Want ze begon over, toen ze eenmaal wisten wie ik was, over voorbeeldfunctie, bla bla bla. Maar ook ik ben gewoon een mens. Ik ben carnaval aan vieren in mijn kikkerpak. Ik wil verder, duurt te lang. Ik zeg, mevrouw, hoeveel is die boete? €140, meneer. Maar ik moest nog steeds plassen. Toen zei ik, voor dat geld, maak hem even af als het niet erg bent, mevrouw. Ben ik weer naar dat hek gelopen, ben ik gaan plassen. En ik weet, heel bij de hand, was niet slim, had ik niet moeten doen, dat weet ik. En ik dacht ook echt van, nu krijg ik weer €140. €280 is best veel. Maar goed, het is zoals het is, heb ik tenminste mijn zegje gedaan. Want ik werd helemaal poepziek van dat voorbeeldfunctie. En dat die hele tirade over me heen, dat ik daar niet mocht plassen, daar was ik wel genoeg mee. En de rest is niet gebeurd. Dat is allemaal verzonnen. En daar blijf ik bij. Heeft dat uw vraag beantwoord, meneer? Maar u zei al net van wie in het publiek heeft niet geplast. Prima. Ik denk dat heel veel mensen gewoon hebben geplast. Ik zelf ook gewoon een keer. Maar ik zou nooit, als een agent mij dan aanspreekt, dan blijf je stilzitten als je wordt geschoren. Maar u gaat er vervolgens nog tegenin door dan verder te plassen. Dat vind ik best wel kwalijk eigenlijk. Ben ik met je eens. Dat is niet slim. Nee, dat klopt. Maar dat is een karaktereigenschap van me. Als ik dat niet had gehad, had ik misschien die Willem zo ook niet gehad. Nee, dan zijn we het daarover eens, denk ik. Ja. Dus daar heb je helemaal gelijk, echt. Goed, had iemand nog een vraag? Even kijken, ik ga even naar meneer hier toe. Meneer. Even over iets anders. Ik hoorde toen net jullie ook praten over Afghanistan. Wat deed het eigenlijk met u dat de Taliban Kabul had ingenomen? Ik heb zitten huilen. Ik heb echt zitten huilen toen ik dat zag. En natuurlijk, ooit zou het moeten gebeuren dat de Afghanen op hun eigen benen moeten staan. Buiten het feit dat ik daar mijn eigen theorie over heb, waarom het zo snel is gegaan, deed het wel heel pijn. Want Afghanistan is gewoon een deel van mijn leven geworden. Ik heb daar heel veel dingen meegemaakt. Daar zijn dingen met mij gebeurd. Maar ook daarna in Nederland is Afghanistan, na die Wilmsorde, is een deel van mijn leven geworden. Sterker nog, het is mijn leven geworden. En als je dan ziet dat in één keer over wordt genomen door Taliban, waarvan je weet wat ze doen, waar ze toe in staat zijn, dan denk je, shit, zijn al mijn offers, alles wat wij gedaan hebben, ons bloed, zweet en tranen, is dus voor niets geweest. Want weer gaan vrouwen gestenigd worden, weer hebben vrouwen en kinderen geen rechten om te studeren. En dan zijn ze wel gematigd, zeggen ze, maar Kabul is nog niet misschien de afspiegeling van de rest van Afghanistan. Heel Nederland denkt dat wel, maar de rest van Kabul, of de rest van Afghanistan, leeft gewoon 400 jaar terug. Daar is de sharia al lang weer helemaal ingevoerd. Daar hoor je ook niets over, want daar hebben ze geen internet. En dat weet ik, want ik was daar al toen er nog geen internet was. Dus daarom deed het enorm veel pijn met mij. Dat we dat zo hebben toegelaten en losgelaten. Ja. Meneer. Ja, dankjewel, dat was het. Goed, even kijken. Ergens zat daar, mevrouw had nog een vraag. Mevrouw, wat was uw vraag? Op welke persoonlijke prestatie bent u het meest trots, Emma? Dat ik de derde keer getrouwd ben met Mirjam en dat al 17 jaar lang volhoud. Nee, even zonder. Dankjewel voor deze vraag eigenlijk. Dat,
mensen vroegen wel eens van, ik vond altijd dat ik de Willemsorde niet waardig was. Dat vond ik echt, want wij hadden dat met z'n allen gedaan. Maar de Willemsorde staat voor moed, beleid en trouw. En die kun je op allerlei manieren uitleggen. Ik denk echt dat ik met mijn 10 jaar zwijgen zoveel pijn tot me heb genomen en zoveel meegedragen voor Nederland, dat ik daar het meest trots op ben dat ik dat gedaan heb. Dat is voor mijzelf. En dat. Mevrouw, is dat een goede vraag op je antwoord? Dank u. Goed antwoord op mijn vraag. Nou, deze is in de race voor het boek, hè? puntjes worden gescoord. Goed, dan gaan we nu weer over naar het volgende blok, het laatste blok, leiderschap en boeken. Dan heb ik eerst weer een aantal stellingen voor jullie. De eerste stelling is, sta op als je vindt dat leiders worden geboren. Niemand? Oh, 2 meneren daar. Ja, toch wel een aantal mensen. En dan is de volgende vraag, sta op als je vindt dat goede leiders worden gemaakt. Kijk, er staan al heel wat anderen. Dat is een groot aantal. En dan de laatste. Sta op als je van jezelf vindt dat je meer een leider bent dan een volger. Even kijken, mevrouw hier links. Ga ik u eruit pakken? Mevrouw, u stond op. Ja, ik geef jou al 3 jaar les. Dus ik denk dat je weet dat ik inderdaad meer op mijn gemak ben in een leidinggevende functie dan te luisteren naar anderen. Dat heb ik inderdaad gemerkt. En dan gaan we nu kijken. Nee, dat is grappig. Dan gaan we nu kijken hoe dat bij Marco van toepassing was. Marco Kroon heeft in zijn carrière verschillende leidinggevende functies gehad. Hier heeft hij ook een boek over geschreven genaamd Leiderschap onder vuur. Daarna schrijft hij in zijn nieuwste boek Kroongetuigen over zijn ervaringen in Afghanistan. En dan gaan we nu door naar het interview waar we een kijkje gaan nemen in Marco's leiderschap en zijn boeken. Dan geef ik weer het woord aan Joachim Milou. Om op de vraag terug te komen die Alex toen net aan de laatste vroeg. Wie zich meer een leider voelt dan een volger. Ik neem aan, u voelt zich meer een leider. Ja wel met korte ei dan, hè? Ja, met korte ei. Wat maakt u een goede leider? Ja, een goede leider. Ik denk, je hebt leiders en je hebt managers, hè? Ja. Ik denk dat we tegenwoordig te veel managers hebben en te weinig leiders. Ik denk dat een leider zijn mens op nummer 1 heeft staan. Altijd. Ja. Buiten zijn opdracht. Natuurlijk, iedereen heeft een opdracht. Maar ik denk, als je je mensen standaard niet op nummer 1 zet, dan ben je je mensen op een gegeven moment kwijt en sta je alleen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om voor je mensen te zorgen. Maar ook af en toe als het nodig is, een trap onder de ballen te geven als het nodig is. En daar een hele goede middenweg in kunt vinden. En wat heeft die manager dan op 1 staan, volgens u? Nee, ja, dat weet ik. Ik denk scoren. Dat denk ik. Maar goed, ik ben geen manager, dus dat weet ik niet. U zegt dat inderdaad het verschil tussen een leider en een manager, dat duidt u ook aan in het boek Leiderschap onder vuur. Staat hier niet bij? Nee, die staat hier inderdaad. Ik dacht, wij zijn aan het boek, maar staat hier helemaal niet bij. Om daar wel verder te gaan, dat boek staat leidersprincipes centraal. En de cirkel van Kroon, dat visualiseert eigenlijk heel het boek. Waarbij je bepaalde onderdelen hebt, zoals acties hebben effecten. Door reflectie krijg je kennis en kunde. Houding sterkt je karakter en overdracht vergroot je invloed. Wanneer kom je met dit idee van deze cirkel te maken? Zal ik eens eerlijk eens verklappen? Ja, eerlijk. Dit is een idee van de uitgever. Oh, dat is niet. Ja. Ik ben niet zo van overal van statistieken en mooie stroomlijnen vormen. Ik ben meer van de duidelijke taal en zeggen, jij dit doen, zus en zo, en wel hierom. Dit is een hele goede weergave, schematisch, van wat ik bedoel met mijn teksten. Ja. Dus dit is mooi, maar dit is niet mijn eigen werk. Het is niet uw eigen werk. Nee. Nou, daar gaan onze vragen. Ja, daar gaan we onze vragen inderdaad. Ja, ik had wel een heel mooi antwoord. Als je had het voorbereid, had ik dat kunnen zeggen van tevoren. Maar er is niks voorbereid, mensen. Dit is echt allemaal standaard uit de zadel. Ja. Nou, gaan we over naar de boeken. Stel je vraag. Stel je vraag, misschien kan ik... Ja. Nee, want ik kan hem wel uitleggen natuurlijk. Nee, ik had ook nog een vraag over of die cirkel dan zeg maar binnen... Je hebt verschillende leiders, of die allemaal gedeeld wordt, zeg maar. Die ideeën over die houding, dat je karakter versterkt. En ja, ik denk binnen Defensie wel. Al die cirkel zoals ik hem heb geplaatst, dat zijn eigenlijk gewoon de karaktereigenschappen waarvan ik denk... en waarvan Defensie vindt dat je die moet hebben. Ja. Alleen de ene leider heeft een van de karaktereigenschappen sterker ontwikkeld als een ander. Waardoor hij dus soms wat prioriteiten geeft aan andere
karaktereigenschappen door dat zo uit te dragen. Ja. Dus ja, ik denk wel dat je dat kunt projecteren op iedereen. En iedereen kan daar wel zijn eigen invulling aan geven. Dat denk ik wel, ja. En dan om door te gaan naar uw boeken. Wat was, u heeft verschillende boeken geschreven, zoals Danger Close, Leiderschap onder vuur en Kroongetuigen. Wat was eigenlijk het doel om Kroongetuigen te schrijven en vooral uit te brengen? Ja, Kroongetuigen heb ik uiteindelijk geschreven. Dat is over mijn gevangenschap in Afghanistan. Ten eerste om dingen van me af te schrijven. Is dat ook gelukt? Ja, grotendeels wel. Waar ik het meest aan heb gehad, want hij is ook verkrijgbaar in het Engels. Ja. Als je in het Engels moet gaan vertalen en elke zin helemaal moet ontleden om te kijken hoe je die zin het beste kunt wegzetten in het Nederlands. Dus, en ik heb hem vrij plastisch en vrij grof geschreven. Maar dat is niet om stoer te doen, maar puur om uiteindelijk heel veel van me af te schrijven. En het tweede doel was voor mij om uiteindelijk, want het komt me best wel gevoelige zaken in voor. Die ik niet kon vertellen tegen mijn kinderen en tegen mijn ouders en in ieder geval tegen Mirjam. Dat heb ik ze maar laten lezen. Dus ik kon dat niet vertellen. Nu nog steeds niet. Dus schrijven was ook een stukje verwerking? Schrijven was mijn medicijn, ja. Absoluut. Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat met mij kunnen beamen die dat wel eens doen. Als je wat ik altijd doe en ik zit echt, dat ik echt, nu ga ik helemaal over de jank, dan ga ik gewoon wat schrijven. En ik merk dat ik ook al wat kwijtraak. Dat is ook een tip. Ja. Als je echt kwaad bent, maar denk ik kan dit niet ventileren, ik wil het nog niet kwijt. Of anders wordt het alleen, anders gaat het escaleren. Begin gewoon te schrijven. Schrijf het van je af en hoef je er nog steeds niets mee te doen. Mij helpt het enorm door even die stoom uit mijn oren te laten komen. En dan af te zwakken. Daar had ik nog, je had het over een tip. Wilt u nog iets over uw boeken kwijt? Dan is dit het moment. Nee, ik zie dat jullie al op internet zijn geweest. Ja. Boeken. Het is mijn verhaal. Ja. Het is mijn verhaal. Voor mij heeft het enorm geholpen. Door dingen van me af te schrijven. En door mijn zijde van het verhaal te belichten. Ik vond dat ik daar na 32 jaar mijn land dienen wel recht had dat mensen die het willen mijn zijde van het verhaal kunnen lezen. En zich niet alleen maar laten leiden door eenzijdige media en from hearsay of ik heb gehoord dat. Nee, dit is mijn woord en dit is mijn verhaal. Ja. En doe ermee wat je wil. Vind me lul achteraf terwijl ik het gelezen heb. Ook prima, maar dit is mijn verhaal. Ja. Dan Milou, heb jij nog een vraag? Ik had nog wel één enkele vraag. Want heeft u het gevoel dat u nou ook beter wordt in het schrijven? Dat u zeg maar uw persoonlijk ontwikkelt zeg maar hierin? Ja, dat gevoel heb ik wel. De eerste twee boeken heb ik aan de hand van heb ik stukken geschreven. En een ghostwriter heeft dat voor mij verder gemaakt. Alleen als je dan leest sommige dingen, denk ik, nou, dit is niet mijn woord. Dit wil ik eigenlijk toch wel anders. Ik ben een bossenaar. Soms is het één raam, twee raams. Dus mijn Nederlands was het allerslechtst. Maar je merkt wel dat ik daar steeds verder in kom. Mijn nieuwe boek in maart, die uit gaat komen. Die heb ik van de eerste letter tot de laatste helemaal zelf geschreven. Dat is ook mijn project. Ik ben zowel auteur, uitgever, PR. Ik doe de boekpresentatie zelf. Dus dat complete, wat normaal een team van 6-7 man doen, heb ik nu helemaal zelf gedaan. Dus als er nu ook iets fout is, kunt u alleen mij de schuld geven. En ik ook mezelf. Ik kan alleen maar boos zijn op mezelf. Kan u ook iets vertellen over het boek? Sorry? Kan u iets vertellen over het boek? Ja, ik kan iets vertellen. Het is eigenlijk Danger Close 2.0. Dit boek, wat nu ook verfilmd gaat worden. In september beginnen de filmopnames in Spanje. En wordt in 2023, komt dat in de bioscoop. Daar ben ik heel trots op. Ik weet al wie mij gaat spelen, maar dat mag ik niet zeggen. Sorry. Ik weet ook al wie Mirjam gaat spelen, mag ik ook niet zeggen. Maar het wordt denk ik wel een mooi verhaal en een eye-opener. In 2013, toen dit boek uitkwam, Danger Close, mocht ik heel veel zaken niet opschrijven. Die waren of nog staatsgeheim of waren politiek zo gevoelig dat het niet mocht. Dat heeft me gefrustreerd. Heeft ook ertoe gezorgd dat ik heel veel zaken niet kon verwerken, want ik mocht er niet over praten. De val van Afghanistan heeft dat voor mij compleet veranderd. Er is niets of niemand die mij nu nog tegenhoudt. Defensie mag het lezen, maar ik ga geen seconde en geen woord eraan veranderen. Dit is mijn verhaal en vind er maar iets van. Het is grof. Het is van 50.000 woorden naar 160.000 woorden gegaan. Dus de lezer die graag leest, nou, dat moet je zeker doen.
Maar ik denk wel dat het een eye-opener gaat worden. En met name duidelijk gaat worden wat wij als militair loyaal, toegewijd en ondergeschikt aan het collectief, zelfs ten koste van onze eigen gezondheid, klaarstaan voor Nederland. Dat heb ik hiermee willen bewerkstelligen. Om Nederland in ieder geval een beeld te geven wat de militair, niet alleen Marco Kroon, maar de militair over het algemeen over heeft voor Nederland. Voor de vrijheid. En dat klinkt heel ingestudeerd en heroïsch. Maar ik vind dat echt zo. Ja. Ik denk dat het nog een beetje ondergewaardeerd wordt. En niet alleen de militairen, ook de agent, de brandweerman, de ambulancebroeders, de zorgverleners en noem zo maar op. Mensen die klaarstaan voor anderen, dat zijn echte helden. Niet een Max Verstappen die voor eigen glorie rijdt. Perfect, super dat hij wint. Maar die mensen doen het alleen voor één ding. Voor zichzelf en niet voor anderen. Dus de echte helden, dat zijn de bijstandsmoeders die iedere cent moet omdraaien om een kinder op te voeden. De echte helden zijn de mantelzorgers. Dat zijn de echte helden. En dat meen ik echt. Dus ik hoop dat langzaam het een beetje begint te draaien. Dat we zien en ook de waardering daarvoor geldelijk terugkomt bij de zorg bijvoorbeeld. Dat zijn de mensen die ons draaien houden. En die als het er echt op toe doet, dat die er nog steeds staan. Alleen die waardering is gewoon veel te weinig, vind ik. En ik hoop dat dat boek dat wel een beetje meebrengt. En dan gaat het over de militair. Maar goed, ik bedoel daar eigenlijk alle zorgverleners en iedereen die klaarstaat in dienst van Nederland. Ja. Dat is wat ik ermee bedoel. Nou, om het kopje leiderschap en boeken mee af te sluiten. We hebben het gehad over wat een goede leider dan inhoudt. Over de cirkel van Kroon. Die eigenlijk blijkbaar helemaal niet... veel, hè? Nee, ja, blijkbaar niet. Maar dat wel bepaalde onderdelen daarvan een leider de een kan verschillen in de ander. En dat het juist een balans geeft. Over uw boeken, waarbij u eigenlijk vindt dat... Nee, ja, dan niet wat betreft die boeken, maar dat u ook vindt dat de echte helden, wie de echte helden zijn. De echte helden zijn de bijstandmoeders en de mensen in de zorg die voor het land werken eigenlijk. En niet de heroïsche helden als voetbalhelden of de grote namen binnen Nederland. Vanuit deze informatie wil ik Alex oproepen. Alexander. Zo, dat was alweer het laatste blok van vanavond. En dan is het nu de laatste keer dat u vragen kan stellen. Dus ik zou zeggen, brand los. Even kijken, ik ga eerst even naar meneer die we nog niet hebben gehad. Meneer, uw vraag. Goedenavond. Jouw rol als leiderschap, als commandant, zeg maar. In hoeverre je wordt getraind, neem ik aan, door Defensie in de rol als commandant? Ja, zeker. Daar krijgen we een goede opleiding in. Ja. En hoeveel eigen inbreng heb jij daaraan gegeven? Ja, ik denk dat, zoals ik als je denkt dat leiders worden geboren, dan ben ik, dat is waarom die dat ik zei, komt waarschijnlijk uit mijn boek, Leiderschap onder vuur. Leiderschap heb je van nature. Ik als kind had ik al dat ik van mijn vriendenclubje altijd het baasje was. Niet om baasje te zijn, maar mensen achter me aan te trekken om het voorbeeld te geven. Kijk, zo moet je dat doen. Zo, dat is mijn leiderschapsrol, lead by example. Dus ik denk dat ik in mijn leiderschap 80% van mezelf heb en 20% de informatie die ik heb gekregen, de kennis. En ik denk dat dat leiderschap zit hem in lead by example. Het voordoen en met name de zorg voor je mensen. Maar ook een trap in de rug, nee, niet trap in de rug, een duw in de rug durven te geven als ze niet voorwaarts gaan. Ja, mooi. Nou, nog één kort vraagje. In hoeverre is het nieuwe boek wat uitkomt, als wij daar gaan lezen of Defensie gaat lezen, zou die Wilhelmsorde dan nog steeds uitgereikt worden? Ik denk het wel. Dat denk ik wel. Er doet niets af aan de daden. Alleen wat ik nu wel heb beschreven in het nieuwe boek. Kijk, dit boek is door een ghostwriter wat ingekort op bepaalde zaken. En er staan sommige dingen wat cryptisch omschreven. En dat lijkt veel heroischer als dat er soms in mijn hoofd afspeelde. Er zijn soms beslissingen genomen waardoor ik toch wel regelmatig heb moeten nadenken. En met angst om mensen te verliezen heb ik bepaalde beslissingen toch niet of wel genomen. Ook soms tegen bepaalde
opdrachten van de Australische SES in te gaan, heb ik nu ook allemaal beschreven. Die stonden eerst niet beschreven, maar dat is wel allemaal gebeurd. Ik denk dat het niets afdoet aan mijn leiderschap. Ik denk dat het gewoon een heel goed inzicht geeft aan hoe het kamertje bovenin van Kroon werkt. En dat is allemaal niet zo dapper hoor. Ik ben gewoon een mens. Is dat uw vraag wel altijd, meneer? Top. Even kijken. Was er verder nog een vraag in het publiek? Dan ga ik naar mevrouw. Mevrouw, u had een vraag. Ja, goedenavond. Ik had eigenlijk nog een vraag over het vorige blok. Want wat denkt u dat volgens u een beweegreden van de politie kan zijn om te verzinnen dat u die kopstoot heeft gegeven? Kijk, ik kan niet. Ik snap hoe het gaat in een team. Als er eentje een leugentje maakt, dan kan de ander geen nee zeggen. Zeker niet in de heat of the moment. Ik begrijp dat allemaal. Alleen als je er eenmaal in zit, kun je niet meer terug. En zul je het groter moeten maken om ervoor te zorgen dat er inderdaad ook niemand meer terug kan. Ik heb heel veel vrienden van mij die ook bij de politie zitten. En die me ook vertellen hoe het echt is gegaan. Alleen bewijs dat maar eens. Zelfs in de rechtszaak. Mijn eed, ik heb hem 2 keer afgelegd, is minder waard als een eed van een agent. Terwijl we beelden in de rechtszaak hebben getoond die 180 graden haak staan op de verklaring van de agent. Maar een agent heeft een op ambtseed verklaard procesverbaal ingediend. En daar moet de rechter op ingaan. Punt. Dus en ik snap helemaal hoe zoiets werkt. Ik begrijp dat. Alleen nu ben ik daar zelf het slachtoffer van. Want ik ben nooit agressief geweest. Ja, ik was dronken. En ik was misschien een beetje lollig. Te lollig volgens mensen. Maar meer is er niet gebeurd. En that's it. Maar goed, nou nogmaals, als het zo blijft staan, die 80 uur taakstraf, gaat Marco Kroon gewoon zitten. Ga ik breien. Ik heb Mirjam al gezegd, je moet hem vel in een taart bakken. Dan veil ik mezelf naar buiten door die tralies. Ja. Heeft u daarop nog een vraag, mevrouw? Even kijken. Kunt u nog een keer uw hand opsteken als u nog een vraag had? Meneer, kom even. Oh ja, je kunt ook staan. Die militaire Willemsorde, dat is natuurlijk geen Olympische medaille. Het heeft een hoop voor je veranderd. En het is om te erkennen en in mijn gevoel ook te bedanken voor wat je hebt gedaan. Voel je die dankbaarheid nog van ons? Door al dit gedoe? Ja, ons is een wijd begrip. Ik, op het moment dat je zelf in een dip zit en je voelt je aangevallen door heel Nederland. Ja, en heel Nederland is heel vaak in onze perceptie, is de tv. Hè? De tv is over het algemeen toch wel de linkse media. Die sowieso een militair al niet helemaal hoog heeft staan. Dat is mijn ervaring. En als je dan met je PTSS bezig bent en je voelt je heel zielig. En je voelt de meest aangevallen man ter wereld. Dan zie je niet de grote meerderheid die uiteindelijk jou toch wel een goede peer vindt, alleen die dat niet in de media uit. Nu weet ik en ik voel ook wel dat er best wel sympathie is voor Marco Kroon. Alleen ik merk ook nog steeds dat het niet hip is om te zeggen dat je mij een goede vent vindt. Als je hem zwart-wit zou moeten beantwoorden, ja en nee. Wat zegt u? Als je hem zwart-wit zou moeten beantwoorden, voel je dan dankbaarheid? Overheerst dat? En nu wel, ja. Nee, maar dat was een jaar geleden anders. Dankjewel. Even eens kijken. Ik wil mijn neus mee moeren. Die man steekt al ongeveer 20 keer zijn hand op. Ken ik vast wat goed. Die man is mijn vader. Als ik dat had geweten, had ik niks gezegd. Marco, deze vraag heeft ook betrekking op het blokje familie en wijze lessen. Behalve militair ben je ook vader van zonen die een militaire carrière ambiëren wellicht. En wat zijn de lessen die jij je zonen mee wil geven voor de rest van hun leven als vader en als man? Die jij geleerd hebt en waar zij een voordeel mee kunnen doen. Daarnaast wil ik je trouwens bedanken voor de offers die je hebt gebracht als, om het, de wereld toch iets veiliger te maken. Dank. Nou, dankjewel daarvoor.
Geen dank. Ik denk dat iedereen, als we het goed doen, allemaal een bijdrage leveren aan de hele maatschappij. Al raap je maar een blikje op en je gooit hem in de vuilnisbak buiten, dan leveren we al een aandeel. Hè? Maar goed, wat ik kan geven is... ik kreeg ooit als kind, en ik weet niet eens meer hoe oud ik toen was, kreeg ik een spreuk van een oude Tweede Wereldoorlog veteraan. Wat sterk is, uit innerlijke overtuiging faalt nooit. Dat heb ik zo ver doorgetrokken dat ik nu op mijn persoonlijke coin, dat is een militair ding, wat je geeft aan de generaals en dat soort dingen, die heb ik zelfs in het Latijn laten vertalen, die spreuk. Wat sterk is, uit innerlijke overtuiging faalt nooit. En dat wil ik eigenlijk iedereen wel meegeven. Als je weet wie je bent, waar je vandaan komt, waar je voor staat en waar je naartoe wilt, dan ga je het halen. Hoe dan ook, al is het maar met tussenstapjes en gaandeweg zie je vanzelf wel of je dat doel haalt. En zo niet, dan ben je tevreden met wat je dan wel haalt. Maar ben overtuigd van je eigen kunnen en sta achter je eigen doelen. Weet wie je bent, ben eerlijk. En als je lang genoeg gewoon jezelf blijft, het is net reclame, hè? Dan word je vanzelf bijzonder. Maar het is wel zo. Ik, als mensen mij net leren kennen, ook als commandant, was ik echt altijd een lul. Mensen vonden, konden mij wel schieten. Maar na 4-5 maanden zagen ze waarom ik die lul was. En gingen ze trots zijn dat ze die lul als leider hadden. En ik heb nu sommige 25 jaar geleden, ik heb er nog steeds contact mee. En die mannen zeggen mij nog steeds, hey Sarge, toen was ik sergeant, Sarge, bedankt. Wat je me toen hebt geleerd, dat gebruik ik nog steeds. Ja, en dan denk ik, dat is mijn beloning. Interesseert me niks wat de rest van Nederland denkt. Dus wat sterk is, dat innerlijke overtuiging faalt nooit. Ik ben blij waar ik voor sta en ben blij dat ik dat kan blijven uitdragen. Ik heb moeilijke momentjes gehad. Maar ik ben er nog steeds. En ik dank iedereen dat ik hier vandaag mag zitten. Heeft u nog een vraag daarop, meneer? Dank u wel, zo. Goed zo. Even kijken, dan kunnen we nog één laatste vraag doen. Dus, ik zie hier mevrouw. Mevrouw, wat is uw vraag? Heeft u eigenlijk een voorbeeld? Oh, dat staat niet. Ja, heeft u eigenlijk een voorbeeld? Ja, die heb ik eigenlijk nooit gehad. Als kind ook niet. Ik was heel erg fan van Elvis Presley. Sommige mensen kennen hem niet eens met die kinderen, denk ik. Maar dat was geen voorbeeld, dat vond ik mooi. Maar ja, mijn voorbeeld, ook al zat mijn pa niet bij het leger. Hij was wel een voorbeeld in karaktereigenschappen die hij mij liet zien. Nooit opgeven, altijd de beste willen zijn. En ik denk dat dat wel mijn voorbeeld is geweest. Maar ook een slecht voorbeeld is een voorbeeld. Niet dat mijn vader daar slecht in is geweest. Maar ik heb ook in mijn leven heel veel dingen gezien van, zo wil ik echt niet zijn. En ook dat kan je helpen in jezelf te vormen. Maar ik heb nooit een idool gehad, een poster boven een bed van die man of die vrouw adoreer ik. Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, ik ben altijd uitgegaan van mijn eigen kracht. Ik heb wel respect gehad voor mensen. Heel veel collega's van mij van ik denk, wow, ik wou dat ik dat kon. Of ik wou dat ik die karaktereigenschap wat meer had. Ja, en dat kun je zelf naar vormen. Dus ik neem altijd van heel veel mensen wat mee. En die probeer ik dan eigen te maken. Maar als het niet lekker zit, als het niet past, dan laat ik het los. Dan is het niet Marco. Dus ik speel nooit een rol. Ik ben wie ik ben. Tot ongenoegen tot velen bovenin de organisatie. Mooie vraag. Had je daarop nog iets anders? Nee. Goed. En wie had jij als voorbeeld? Zo, we hebben dan eigenlijk vanavond de avond afgerond. Maar we zijn er niet klaar, want zoals ik van tevoren had gezegd, zal Marco een boek uitreiken aan degene met de origineelste vraag. Dus ik ben heel benieuwd, Marco. We hebben een aantal hele goede vragen gehoord vanavond. Wat jouw keuze zal worden. Ja, nu ga ik iets heel egoïstisch en egocentrisch doen. En dan mag. Ik heb een vraag gekregen waarop ik eigenlijk niet had verwacht dat ik daarop zou antwoorden. Omdat ik me best wel op mijn gemak versteld voelde door jullie. Hoe is het met jullie zenuwen? Prima. Helemaal weg, hè? Ja, helemaal beter. Ja. Ah, fijn. Nee, maar dan was die mevrouw achterin. Van waar ik het meest trots op was. Okay. En daar vond ik, dat antwoord vond ik lekker om te geven. Ja. En dat heb ik namelijk nog nooit eerder gezegd. Nee. Zij vindt het boek volgens u? Ja, vind ik wel. Oké.
Wilt u die misschien voor haar nog signeren? Alleen als jij zegt, want je bent weer wil zeggen. Wil jij die nog signeren dan? Ja, dat wil ik wel doen, maar dan moet ze hem zelf komen halen. Dan moet u al naar voren komen. Bij, over naar het volgende blok. Pen krijg je niet? Kinder, kijk eens maar. Alsjeblieft. Box. Mooi. Zo, dan was dit nu officieel het einde van de avond. Ik heb er ontzettend van genoten en ik hoop dat jullie dat zelf hebben. Ten eerste wil ik Marco Kroon, wil ik een hartelijk applaus voor Marco Kroon voor vanavond. Daarnaast wil ik Avilo bedanken voor het licht en geluid dat zij vanavond hebben geleverd. Namelijk ook zorg. Ja, arm en bar applaus daarvoor. En ook nog voor zorg en welzijn van Mauro Klees, want zij hebben voor de hapjes en de drankjes verzorgd vanavond. Dus graag nog een applaus daarvoor. En jullie hebben dan misschien vanavond alleen deze twee interviews gezien, maar er zijn nog een hele hoop mensen die aan dit project hebben geholpen. Dus ik wil vragen om alle teams naar voren kunnen komen en de begeleidende mensen. Dus mevrouw Swinkels en Elske, kom allemaal maar naar voren. En jullie ook daar. Moet even gaan staan. Ja. Of. Nou jongens, dit was het dan alweer, hè? Graag nog een warm applaus voor iedereen.